Klaas. En natuurlijk zijn er twee kandidaten die gaan spelen. Ik ga ze aan u voorstellen. Hij is een echte Brabantse jongen die gezelligheid hoog in het vaandel heeft staan en graag allerlei geintjes uithaalt met andere mensen. Hij vindt het fantastisch om met zijn dochter leuke dingen te ondernemen en houdt enorm van voetbal en spelletjes. Vanavond kan hij dus een hart ophalen in Get the Picture. Hier is voor de tweede maal uit Ravenstein Lambert Vervoort. Hoi Lambert. Ja. Zeg, wat voor geintjes haal jij uit met andere mensen? Ik kan wel een verhaal vertellen. Het is niet al te smakelijk, maar het is wel een hele leuke. Okay. Het is een vriend van mij, die heeft een behoorlijk grote neus. En ja? Die pakt zijn zakdoek tevoorschijn. Die vouwt hem helemaal netjes uit. Die wil zijn neus snuiten. Dus hij houdt hem bij zijn neus. Hij haalt aan. En net voordat hij snuit, trok ik zijn zakdoek weg. Dus dat vind ik dus wel leuke humor. En heb je wel gezorgd dat jij dan uit de buurt was? Dat je niet daarna zelf wel. Ja, kreeg? Nee, ik was vrij snel verdwenen. Oké. Okay. Ja. Nou. Dat is wel een leuk verhaal. Ja. Ik ben benieuwd wat ze met jou gaan uithalen. Ik hoop niks, maar... Ja, ik hoop dat ze mij op de hoogte houden. Ja. Veel plezier met spelen. Ik ga je tegenstander voorstellen. Okay. Hij is gek op films en speelt zeer regelmatig computerspelletjes. Om deze hobby's te kunnen bekostigen, heeft hij al een aantal pittige bijbaantjes gehad. Zo valt hij graag mensen lastig als telemarketeer en was deze student ook vuilnisman. Onlangs besloot hij om een spannende methode te zoeken. En dat is gelukt, want in Get the Picture staat hij vanavond, dames en heren, Sander Drogba. Hi Sander, welkom. Wat studeer je? Ik ben eerstejaars rechtenstudent. En ja, het is nog een beetje voorbarig misschien, maar weet je al welke kant je dan... Nou, ik ga eerst proberen het eerste jaar te halen en daarna wil ik graag een beetje de internationale richting op. Dus, maar verder weet ik nog helemaal niks. En dan het liefst werken vanuit het buitenland? Als het even kan wel, ja. Ja, Kiss de chef staat er op jouw das. Ja, dat klopt. Oh, ja. Dat weet je. Sorry. Kijken, ja. Weet je niet dat je het erop hebt staan. Nee, inderdaad, ik verstond het even. Oh, ja, nee, ik dacht dat is ook wel internationaal. Ja, Engels, hè? Ja, absoluut. Mm-hmm. Maar is dat ook is dat ook de bedoeling als mensen dat zien dat ze meteen. Nee, dat is niet. Het is gewoon een beetje grappig bedoeld. Ah, oké. Okay. Nou, dan is dat duidelijk dat niet iedereen je straks bespringt. Want zo zijn ze bij de redactie bij ons. Oh. Ook jij heel veel plezier vanavond. Dank je. Dames en heren, graag een applaus voor Sander en voor Lambert. Ronde 1. Ik weet nog niet wie er mag beginnen. U dus ook niet. Maar de computer, die gaat het bepalen. Lambert. Jij mag beginnen. Oké. Okay. Een O. Als eerste land ter wereld biedt Nederland sinds december deze televisietekst ook in gesproken vorm aan. Ondertiteling. Ja. Een T. Met dit instrument kijk je naar de sterren. Telescoop. Een bonusvraag. In dit land zal de proloog van de Tour de France 2002 gereden worden. Nederland? Nee, Luxemburg. Klopt. Sander. Een M. De eetbare zaadjes van de opiumpapaver. Nee, sorry. Okay. Maanzaad. Lambert. Een H. De favoriete groet van Jeroentje uit Jan Jans en de kinderen. Hoi Piepelooi. Ja. Volgens mij is een rit. Dat is goed, Lambert. €20 erbij. Je staat op 26. We gaan naar de tweede foto en Sander, naar jou.